Jullie zijn echt van binnen sterker dan jullie denken. Echt waar. Want angst, dames en heren, broeders en zusters, angst zit niet in ons, hè. Angst die komt altijd van buitenaf. Want wij zijn liefde. Wij verbinden met liefde. Even terug naar mijn bed. Want daar lag ik nog steeds. Ik lag dus in bed en ik had het koud. Maar ik durfde de verwarming niet aan te zetten. Net als overdag niet. En douchen voelde ook opeens al weken niet meer fijn. Koken, het licht aan hebben, het was allemaal opeens stressvol gaan voelen. Vreemd hè, dat zulke normale dingen opeens stressvol gaan voelen. Eerste levensbehoefte. Wat lag ik boos in mijn bed. Ik lag echt te koken van woede. En ja, gewoon boos dat dit in ons land gebeurt. In een land als Nederland. Nou ja, uiteindelijk viel ik in slaap. En die ochtend werd ik wakker. En ik las een nogal opmerkelijke post van Politie Nederland op Facebook. Ik zal niet de hele post gaan voorlezen, maar een stukje ervan. Het gaat over wat de huidige energierekeningen teweeg zouden kunnen gaan brengen in Nederland. Nou, een stukje van de politie. Onrust. Wat gaan we tegenkomen deze winter? Mensen die door hoge energierekeningen het niet meer zien zitten. Ruzies die door korte lontjes uitlopen op vechtpartijen. Schrijnende gevallen van huishoudens met jonge kinderen zonder de verwarming aan bij mijn team. En wat doet dat met de onrust onder de mensen? Kunnen we weer grote boosheid richting de overheid, lees politie, verwachten? Gaan mensen weer demonstreren? Loopt het weer uit op rellen? Ik zeg niks. Blijft iedereen veilig? En wat doet het met de toch al torenhoge werkdruk binnen ons bedrijf? Ons bedrijf, aldus Politie Nederland. En opeens dacht ik, had ik nou echt paniek om mijn energierekening? Opeens besefte ik me, nog meer dan tevoren, dat dit heel Nederland gaat treffen. Heel Nederland gaat dit uiteindelijk niet kunnen en willen betalen. En gaat dit dus ook niet betalen. En als mensen massaal niet kunnen en willen betalen, dan kunnen deurwaarders daar echt niet tegenop. Wat willen ze doen? En natuurlijk gaat er gedemonstreerd worden van de winter. Waarschijnlijk zullen er grotere demonstraties dan ooit tevoren zijn. Nederland is het meer dan zat. En dat is het nieuwe geluid. MUZIEK.
Jullie hebben de beelden en geluiden van de demonstratie op Prinsjesdag vast wel gezien. En ik weet zeker dat een deel van jullie daarbij was. Onder andere Jenny van Uwet, ook zo'n carrière. Wat was die demonstratie geweldig! Het voegeroep en de blauw-wit-rode vlaggen overheersten het geluid van die dag. De koninklijke familie die tijdens de balkonscène werd uitgejoeld. Prinses Beatrix, die de rit met de glazen koets vanuit het raam niet goed kon zien, omdat ze om de blauw-wit-rode vlaggen probeerde heen te kijken. Het zag er zo humoristisch uit. De NOS-verslaggevers die dit moesten benoemen en er niet meer omheen konden. En zelfs de buitenlandse media schreven erover. Wat was dat genieten! Oh, wat was dat leuk! Ik denk dat dit een van de beste demonstraties tot nu toe is geweest. En wat ben ik trots op de kanjers die daar stonden. En ik durf te wedden, jullie ook. De toon is gezet. Heel Nederland heeft gehoord dat Nederland het zat is. Nederland durft het geluid nu beter uit te dragen. En dat geluid hoor je nu overal. En zo gaan we door. Ondanks dat we het niet over alles eens zijn, zijn we één team en hebben we nog steeds één taak. Laten we er samen voor blijven gaan. Dank jullie wel. Nou, nu heb ik een hele heugelijke mededeling. Zien jullie daar dat, een prachtig portret kan ik het niet noemen, maar zien jullie daar dat portret van Rutte? Dat portret staat er natuurlijk niet omdat wij hem zo geweldig vinden. Ga naar dat portret toe en gooi hem met die eieren, zou ik zeggen. I was put in prison for 22 days just for promoting a protest. Pregnant women were arrested. We were shot at with rubber bullets. But guess what? It made us stronger, didn't it? And smarter, because now, after 2.5 years of reacting and being angry, we've started to unite and be strategic. And we're never ever going to slow down, we're never going to go to sleep. They've actually created monsters, and now they're going to have to deal with us, so that's their fault. After 2.5 years of reacting, I have realized that the globalists, the tyrannical globalists, all they want is our energy. They want our attention. So it's time for us to ignore them and just create the life that we deserve, the life that we want our children to grow up in. Who cares what they're doing? Ignore them. They're just bullies. So that's why we have started the global walkout, because imagine if the whole world did the same thing on the same day all over the world. It's going to be so impactful, and that is what we are doing with the global walkout. And I want to tell you that the fifth step of the global walkout, which will be announced at 9 p.m. tonight, is actually I want to spread the upside down flag inspired by the Netherlands around the globe. Imagine every farmer, every highway, every restaurant, everywhere we have upside down flags because we are in distress and we're not going to take this globalist crap, are we? No! So I'm going to finish on saying this, that there is absolutely hope. Every single day that you wake up and you decide to say no again is one day closer to us all getting our liberties back. It's going to happen. We just have to stay strong and stay focused and believe that we will win in time. We will. Because we have God on our side and God never loses. So we are now creating
children want to grow up in. And I believe with every bit of my blood, Dutch in my blood, stubbornness that I got from my Oma, I know that you guys are on the front line and you're going to make us all proud. And together, we're just going to say no. Thank you so much. Thank you. Dit kabinet heeft gewoon letterlijk bloed aan hun handen. Want die boeren, gisterochtend onderweg, die waren een boer aan het begeleiden naar zijn laatste rustplaats. Een jongen van 43 jaar, en hij is niet de eerste, en hij zal ook zeker niet de laatste zijn, die zelfmoord heeft gegeven. En zo zullen er nog vele ondernemers zijn de komende tijd, die het gewoon niet meer zien zitten. En voor al die mensen zou ik willen vragen, mogen we hier niet meer stil zijn.